Ik ben Veerle Foulon. Ik ben docent aan de faculteit farmaceutische wetenschappen hier aan de KU Leuven. Ik ben tegelijk ook vice-decaan onderwijs. Wat maakt dat ik toch wel erg bezig ben ook met de kwaliteit van onze opleiding. Opleiding tot apothekers, maar ook tot geneesmiddelexperten voor eerder de industrie. En dat maakt dat ik ook wel graag naar deze Vantop kom om mee na te denken over de rol van de apotheker, te voelen wat er leeft op het terrein, daar als opleiding te kunnen op inspelen. En ook vanuit ons onderzoek, want ik doe onderzoek naar goed gebruik van geneesmiddelen en de rol van de apotheker, om van daaruit ook het debat een stukje te kunnen voeden of te kunnen stimuleren. Ik heb wel genoten van de keynote speaker. Die heeft een heel aantal dingen verteld waar ik mij van bewust was en wat ik al eerder had gehoord, maar ik heb toch ook nieuwe dingen geleerd. Ik was op zich ook wel blij dat ze een plaatje liet zien over de rol van de universiteiten. En ik heb het gevoel dat we wel op de juiste weg zijn, maar dat er nog wel weg te gaan is ook om alle docenten en iedereen mee te krijgen eigenlijk in dat nieuwe denken. Om niet alleen academisch heel sterk theoretische mensen te maken, maar ook in te spelen op die rol als begeleider van patiënten. Communicatieve deskundigheid, empathie, dat we daar echt wel mogen en moeten in investeren. Ja, wel, aan elke tafel gaat het erover, denk ik, hè, over die nieuwe rol van de apotheker. Ik geloof absoluut heel sterk in de rol van de apotheker als geneesmiddelexpert. Ik denk dat we een unieke rol te vervullen hebben in onze maatschappij. Alleen zitten we in een hele moeilijke context om die waar te maken. Ik denk dat we daar een beetje op vastzitten en heel veel tafels gaat het gesprek ook daarover. Hè. Onze overheid zegt wel dat wij zorgverstrekkers zijn en wil dat op een of andere manier ook wel heel graag. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn we toch ook nog weer gewoon maar een commerciële speler. Hè, wat dan moet voldoen aan de rechten van de mededinging of aan de wetmatigheden daarin. En dat is iets wat mij pijn doet, omdat wij mensen opleiden tot een bepaald niveau, een bepaalde manier van denken. We voelen dat we ze daarin mee hebben, dat ze enthousiast zijn, maar dat het op het terrein gewoon niet makkelijk is om dat waar te maken. En ik zou hopen dat onze overheid ons ook wel echt erkent in onze rol. Anders wordt het voor mensen bijzonder moeilijk om datgene waar we voor staan ook gewoon uit te oefenen. En voilà, daarover gaan we dus nu de hele tijd in dialoog. Als minister zou ik een poging doen om de budgetten in de gezondheidszorg wat eerlijker te verdelen, denk ik. En zorgverstrekkers meer te gaan vergoeden op basis van de kwaliteit van de service die ze bieden. En liefst niet zorgverstrekkers in hun eentje, maar echt proberen te kijken naar geïntegreerde zorg, waar dat we zeker voor onze chronische patiënten toch een continuum nodig hebben. En er moeten voor zorgen dat actoren op elkaar inspelen. Ik denk dat het nu wat scheef gegroeid is. Ik begrijp absoluut de bezorgdheid van de minister om de geneesmiddelenprijzen zo laag mogelijk te houden. Dat is zeker waar, maar daarmee snijden we op dit moment heel erg in het budget eigenlijk van zorgverstrekkers. En het is moeilijk om je rol op te nemen als je geen gewaarborgd inkomen hebt en daar eigenlijk zelf weinig aan kunt doen. Je kunt hele goede zorg bieden, maar daarmee lever je zeker niet meer geneesmiddelen af. Wel in tegendeel, je probeert je eigenlijk te stoppen. Dus ik denk dat we daar echt moeten naar kijken. Wat is het target? Wat willen we bereiken in onze gezondheidszorg? En dan kijken welke expertise hebben we in huis. En nu zitten we nog heel erg te denken in een oude cultuur, zoals de keynote speaker het zei, vanuit echt disciplines individueel. Ik denk dat we over die grenzen heen moeten kijken en echt naar expertise moeten kijken en dat op een andere manier gaan invullen. En dus haar poging van de huidige minister om het KB870 aan te pakken is een goede poging geweest, denk ik, alleen is niet afgerond. Dus dat zou als minister, denk ik, een belangrijke taak zijn om daar een doorstart in te maken en dat toch te realiseren.